allemaal. Yo. Mijn naam is Mike. En ik ben Aliar. En wij gaan jullie vandaag leren om te squatten. Nou, maar dames, dit is speciaal voor jullie. Squatten, maar eigenlijk ook voor de man hoor. Maar het vormt de benen. De benen en de billen, heel belangrijk. Daarnaast is het ook wel een redelijk goede oefening om je hele lichaam mee te trainen. Ja, dat klopt helemaal. En we gaan vandaag een paar variaties doornemen. Jullie zelf thuis ook kunnen toepassen. Er zijn een paar leuke variaties in spelvorm. En we geven ook nog een beetje uitleg hoe je desnoods de oefening aan kan passen naar jouw wensen. Dus ben je er klaar voor? Denk toch? Ja, oké. We gaan gewoon even simpel beginnen vandaag. We beginnen met de... Je kan het gewoon thuis doen. Je hoeft op zich niet echt naar de sportschool. Het is gewoon simpel, basic. Ja, en dat is heel belangrijk. Dat je gewoon lekker in je vrije tijd het kan doen. En als je later ooit nog een keer met gewichten wil gaan trainen, dan schrijf je gewoon in voor een sportschool. En dan zien we je waarschijnlijk daar. Nee, dus dan gaan we het even laten zien. Ik ga jullie nu laten zien hoe de lunge gaat. De lunge is extra focus op de bilspier. Heel belangrijk voor de vrouwen. Dat ze een mooie ronde billen krijgen. En daarvoor is deze oefening. Dus het is een soort van split squat. En het gaat als volgt. Dus misschien moet ik het laten zien even aan de... We laten gewoon alle hoeken zien. Tegen de muur. Tegen de muur. Nou, tegen de muur is de makkelijkste optie om hem te doen. Omdat je gewoon een vast punt hebt waarop je je kan richten. En het is eigenlijk dat je vooruit stapt. Dus je stapt vooruit en je gaat recht naar beneden. Je lichaam blijft rechtop. Hoek van 90 graden in je voorste knie en in achterste knie. Je knie gaat niet voorbij je tenen. En je zet weer af met je voorste knie, zodat je voeten weer naast elkaar staan. Als je het tegen de muur aandoet, heb je telkens dezelfde afstand. En dan maak je het voor jezelf ook niet moeilijker of makkelijker. En dan kan je niet cheaten. Hè? Hey, heel belangrijk. Oké, even van de zijaas zicht en tegen de muur aan. Wat ik dus al zei, je stapt vooruit. Je gaat naar beneden. Hoek van 90 graden, hoek van 90 graden. Alles recht, billen aanspannen. Heel belangrijk. En je zet weer af. Maar nu heb je dus één kant getraind. Nu ga je met je andere been voor naar voren stappen. Dus dan deed ik rechts vooruit. Nu gaat links. Dus links gaat vooruit. Naar beneden. Alles aanspannen. Afzetten en weer terug. Dus rechts weer. En links weer. Nou, zoals je ziet, zijn knie gaat dus niet voorbij zijn punt van zijn teen. En ik ga recht naar beneden en recht omhoog. Dat is heel belangrijk. Niet dat je naar voren gaat staan. Zorg dat je trotse houding hebt. De hele beweging lang. Vandaag gaan we ook nog de side lunge doen. Ik heb al een keer de lunge voor gedaan tegen de muur, maar nu gaan we opzij. Dus niet naar voren, maar opzij. En die ziet er als volgt uit. Je gaat weer met je voeten naast elkaar staan, trotse houding. Dus borst naar voren, schouders naar achter, buik licht aangespannen. Armen langs je lichaam en je stapt opzij. Best wel breed, je ziet breder dan schouderbreedte. En ik ga zakken door het been waarmee ik uitstap, zo diep als je kan. Vervolgens zet je weer af met het been. En dan kom je op de beginpositie. En dan gaan we ook weer de andere kant op. Dus dan zorg dat je wel genoeg ruimte hebt. En dan stap ik eruit. Ga weer naar beneden. En dan kom je terug. Belangrijk dat je ook weer echt zo diep mogelijk probeert te gaan. Zonder dat je rug bol wordt. Dus even van de zijkant. Ik stap weer opzij. Opzij. En ik ga naar beneden. En ik kom weer omhoog. Nog een keer. Naar beneden. Kom weer omhoog. En dus ook weer focus op de binnenkant van de dijbeen en de bilspieren. Dat is heel belangrijk.